Dames en heren, het is schokkend nieuws, maar ik ben weer onder de 100.000 abonnees gekomen. Dat komt omdat het gewoon de meest saaie periode is. Dus help al jullie gewoon weer even naar 100.000 abonnees. En vergeet zeker niet even deze video te liken. Dan gaan we snel door naar de trailer. Yes, en welkom mensen bij weer een nieuwe video. Reageer op. En vandaag is het de FIFA 21 gameplay trailer. De vorige keer heb je het kunnen zien. Mijn reactie op de trailer was een mooie trailer met Mbappé. Lekker nummer erbij. Alles zat erin. Maar vandaag willen we toch wel iets meer gezien. We willen vandaag wel echt misschien dingen zien die nieuw gaan zijn in FIFA 21. Hopelijk ook even een excuusbericht met sorry voor al die jaren met heel veel delay. Alles zou welkom zijn als het maar gewoon vette, positieve, nieuwe dingen zijn. En jullie kunnen het zien. We gaan even naar het scherm nu switchen. Over 5 minuten gaat het in première, de FIFA 21 official gameplay trailer, jongens. Ja, kijk, de chat is helemaal gehyped. Zieke delay. Hoppa. Laten we hopen dat we iets leuks hieruit krijgen. Ik ben benieuwd, we moeten nog een paar minuutjes wachten. Maar goed, dan gaan we hopelijk wel iets heel erg vets zien. 10, 9, 8, 7, 6. Groot beeld. FIFA 21 rewards you for your creativity and control both on and off the ball with more intelligent player positioning, better scoring opportunities and player controlled runs. Dat zou positief zijn. Dit jaar, zoals iedereen weet, iedereen stond zo stil. Last season, dynamic one-on-ones put you in charge of 1v1 battles. In FIFA 21, agile dribbling lets you unleash your creativity to go past the defender. Show off some fast footwork to leave them lost for words. Dat is vet. Hold down the right shoulder button and use the left stick to get close control over the ball. See how Sterling uses his quick feet to take it around the defender and lays off that perfect through ball. Or do it in style with the new skill moves like the bridge dribble and the ball roll fake to explode past defenders. And in defense, counter the oncoming attacker by using your muscle to stop them in their tracks. In past seasons, you rely on the AI to make the right runs off the ball. Now you've got more control over your attacker's movement in the build-up. Get inventive and control your teammates' runs with directed pass and go and directed runs. Watch how a tap on the left bumper and a flick of the right stick sends Salah into space before he dispatches the return. Or lock onto one player to take matters into your own hands. Fat, heel fat. The world's best players are always in the right place at the right time. Now they have that same level of positional awareness in FIFA. World-class forwards like Sergio Aguero hold their runs to stay onside. Creative playmakers like Kevin De Bruyne find the spaces to play those incisive through balls. Midfielders like Fabinho shut off passing lanes. And defensive giants like Van Dijk block more effectively when they get in the way of shots and crosses. Dit ziet er ook vet uit. Nieuwe Volta, heel vet. FIFA 21 also smooths out those defense via attack free-for-alls when the ball goes loose in the box with a refreshed collision system. Now you'll see less falling over and more natural outcomes when players fight to be first to the ball. Okay. And a focus on the fundamentals includes your feedback to unlock creativity in FIFA 21. Switch on new manual headers and send headed shots and passes exactly where you're aiming. Dispatch the ball into space for your teammate to run onto with more effective long through balls. Mastered those skills? Competitor mode gives you an idea of what it's like to play against the best FIFA players in the world. Giving your opponent better skill moves, dribbling and all-round tactical awareness so you can take it beyond legendary. But don't worry if you miss your chance. Have another go at striking it just right with new gameplay rewind in kickoff mode for a second shot at perfection. Okay. That's a quick tour of some of the biggest features coming to gameplay in FIFA 21. With the all-new attacking system, smarter positioning, better scoring opportunities, and player-controlled runs, you'll be rewarded for flexing your creativity and control in FIFA 21. And there's much more to come in career mode and FIFA Ultimate Team. Was hem denk ik. Ja. Nou oké, reacties zijn niet. Ik zie veel reacties trouwens al op een
video die net eigenlijk live is gaan premieren. Oké, maar positieve dingen. Even dingen die ik net terug zag komen wat positief is. Is vooral het belangrijkste vind ik het dribbelen van de spelers. Op het moment dat ze niet aan de bal zijn. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Dat zag je in die ene video van mij dat ik ook reageerde op Why FIFA Stop Being Fun. Kijk die sowieso even. Echt goed die video. Want dan zie je dus hoe het een paar jaar geleden was. Dat alle spelers continu aan het bewegen waren. En dit jaar stond iedereen bij 24. Heb ik nu nog steeds gespeeld. Vanochtend een potje zomerbel tegen Koen. En het is zo saai en zo traag. En ik hoop dat dit jaar gewoon weer een beetje als FIFA 17, FIFA 18 wordt. Dat alles lekker snel beweegt. Dat je makkelijker spelers kan aanspelen. Dat ze een veel meer vrij lopen. Dat je echt een dynamische 16 krijgt. Dit jaar is het echt een handbalformatie. Je moet echt continu overpassen en wachten tot dat ene moment. En ja, ik vind het veel leuker als alles een beetje gek door elkaar gaat. En dat je daar zelf de controle over hebt als jij zo speelt. Maar goed, dit zag er positief uit. Echt al veel beter. En veel meer informatie dan de vorige trailer. Hoe vonden jullie dit? Ik vond het positiever uitzien. Heel erg blij met de bepaalde dingen die ze zelf aangaven. Dat die stomme dingen eruit gaan eigenlijk waar je niks aan had. En dat er dus meer loopacties en beweging voor de goals, wat heel erg belangrijk is. Reageer even wat jij positief vond aan deze trailer. En dan zien we elkaar snel weer, mensen. Ciao, ciao. Bye, bye.